Hey jongens, leuk dat je weer kijkt. We zijn bij de persconferentie van Knauw Stappert en in Bad Griesbach natuurlijk. En in de live shows ga je daar best wel wat items over zien. Maar we doen alvast even uit de losse pols wat dingen, zodat jullie al op de hoogte zijn. Onder andere, en de eerste waar ik tegenaan loop, is een nieuwe Tabbert Pep. En Tabbert Pep was de instap Tabbert, speciaal voor gezinnen, en die heet nu Pantiga. En die is wat minder uitgesproken geworden. Wat rustiger in de kleurstelling, wat moderner. En Tabbert zijn tegenwoordig trouwens toch wel modern. En ook in het interieur. Ik vind het echt. Wie is er binnen? Hi. Hallo. Duitse collega die fotografeert ook. Hele opvallende hoge ramen. Die geven binnen natuurlijk bijzonder veel licht. Want kijk, dat zit dus midden in je woonkamer. En het kan lekker ver open. Dit is een leerachtig stofje, maar het zal geen leer zijn. Een beetje vloerachtig. Bijzondere rondzit. Waar je gewoon weer lekker onderuit kan hangen. Een televisiewandje. Twee enkele bedden in deze uitvoering. Bijzonder ook die verlichting. Hij staat niet aan de stroom, daarom kan ik hem nu niet aanzetten. Maar ik denk dat deze Tabbert ook elektrisch kookt. Er zit hier geen kookplaat in. En ik heb even gemist waarom dat zo is, maar we hebben hier wel een magnetron. Ik vraag het straks nog wel even, maar ik denk dat wat hier gebeurt, dat er een kookplaat naar keuze is. Dat je zowel elektrisch kan krijgen als gas. Maar dat weet ik dus niet zeker. Hè? Mooi er met de koelkast twee kanten openen en sluiten. En ze hebben hier dat hout met dat reliefje erin. Dat geeft wel een hoog kwaliteitsgevoel. Mooi. Douche-toiletruimte. En in dit geval, en dat wordt steeds belangrijker, en dat komt door corona. Hey, hoi. Hebben ze ook hier weer een... Hoe werkt dit? Oh, ik zie het al. Een draaiwandje ingedaan die we van de campers kennen. En waardoor je dus een complete douche hebt. En deze douche ziet eruit als... Ja, gordijntje hier erbij. Klein gordijntje erbij. Even kijken, hoe gaat dat? Ook met een haakje. Klein gordijntje erbij. En dan heb je een volwaardige douche. In een caravan vind ik een mooi product. En dat wandje maakt dat als je dat niet wil gebruiken, ja, dat je toch gewoon super in het toilet kan zitten. Haakje vastmaken, Jos. Ik heb mijn achterlijke petje weer op, zoals sommige mensen zeggen. Nou, met één hand is dit wel een beetje onhandig. Ah, makkelijker dan ik dacht. Kijk, het is een soort clipje waar een knopje achter gaat. Oh, magnetisch gaat het bijna. Veel makkelijker. Oké, een beetje raar. Wat is dat? Oh, dat is de ventilator van de Truma. Goed. Veel kastruimte, maar dit is ook geen kleine caravan. Oh, kijk eens, al de verwarming. Hier nog kastruimte om te leggen. Dan zal, oh kijk eens, onder die bedden speciale kratten. Dat zal een systeem zijn. Ja, die kun je hierop stapelen. Er zit een rail onder om die kratten in te zetten. En die extra kussens die kun je hier natuurlijk tussen leggen, zodat je een heel groot knuffelparadijs kan maken, zou dat weer zeggen. Maar schuif het in, heb je hier een mooi tafeltje. Dit is trouwens, ik vind dit ook wel sfeervol. En als je dit licht aan doet, dan zitten hier ledjes. Die schijnen verschillende kanten op en dan zie je allemaal sterren hier op die wand. Grote bovenkast, zit er een klepje, een clipje? Nee, geen clipje. Echt grote, diepe bovenkasten. En dan nog van dit soort vakjes bij je bed. Mooie caravan, ik zou hem overwegen. Deze is wel afgesloten. Ik zou hem overwegen, deze Tabbert. Ik moet alleen even weten wat hier gebeurt. Ik denk dat hij gewoon nog niet klaar is.
Nog even. You want inside? Go inside. Inside, yes. En achterop PEP 550E. Weet je gelijk wat het model is. Een mooie... Mooi afgewerkt front. Mooi afgewerkte kont. Rondom ingelegde lijsten. Speciale tentrail. Ook weer bijzonder gevonden. Het ziet er heel degelijk uit. Echte tabbert kwaliteit. Grote luiken. En het kleurtje, het is een beetje cremmig. Kunnen we nog in die... Dat kan ook. Hoppa. Een grote gaskast met gasdrukveren. Kijk, zo wil je dat dat gaat. Zo wil je dat dat gaat. Let op. Is het niet heerlijk? En dicht gaat hij ook fijn. Drie indelingen dus. En hier staat die korte PEP Pontiga. En dat is ook echt leuk gevonden. De 390 WD, en ik heb er net gezien dat hij al komt met een maximaal totaalgewicht van 1400 kilo. Schoon als versenkt. Keuken aan de voorkant. Ook de Fernseher zo halb versenkt. En dat functioneert leider met de halb. En ik zal zo even verder binnen kijken. Mooie verlichting ook. En hier kun je ook het licht in de caravan zien. Zie je? Nou, dit is de korte. Hebben we hier nog een 550K. Ook de Pontiga. Let op. Ik moet even... Oh, hier heb je die verlichting aan staan. Kijk eens. Nou, dit... Ja, je... Vertel. Wat vind je daarvan? Ik vind dit gewoon wel sfeervol gemaakt. Misschien een beetje over de top, maar wel sfeervol. Oh, kijk eens. Hele grote televisie. Een rond zit aan die kant, dan komt dit er natuurlijk uit. Stapelbed. Hier dat grote raam. Dit ziet er ook sfeervol uit hoor. Mooi gemaakt. En weer een douche. Met extra bergruimte erachter. Twee douchegordijnen. En aan die kant het toilet. En dan zal ook hier... Ja. Met, ik denk dat hier dan, ja, kijk eens. Ja, dit is ook echt een topper. Ik vind het echt hartstikke mooie producten. En hier heb je nog een bank waar je gewoon echt wel nog lekker op kan zitten. Alleen, als die kinderen naar bed gaan, ja, dan zit je hier niet meer, hè. Dan zit je hier niet meer. Mooie keuken erin. Hier staat de prijs. 32.990 euro. Zoals die hier staat. Het getal 30 komt steeds vaker voorbij. Oh kijk, hier nog een televisie in de slaapruimte. Ik vind dat mooi hoor. Ik vind dat mooi. Wat is dit? Hop. Kijk. Wat een enorme televisie. Cool man. Dan zit hier vast de koelkast achter. Ja. Direct bij binnenkomst. En dus ook van buitenaf. Nou, ik wil van jullie weten wat jullie van deze caravan vinden. Van die Tabbert PEP Pontiga. Bijzonder genoeg. Nou, hier zijn nog meer Tabberts. Als ik straks tijd over heb, kijk ik daar nog even naar. Ga even een stukje knauws doen. Dan zie ik nog even wat er voorbij gaat. Kijk. Kunnen jullie dat zien? Er zitten glittertjes in die strijping. Oké, jongens. En die kleine is nu ook vrij. Zo. Dat is echt compact, hè? En hier heb je dus kennelijk. Kijk. Hoppateetje. Jongens, ach, kijk nou toch. Kijk nou toch. Dat is toch een bekwaam, zoals die Duitsers zeggen.
Dat is een bekwame. En deze kost vanaf 25,99 in Duitsland. Ik moet dit met twee handen optillen. Dat dan weer wel. En nu zit hij dicht. Mooi gemaakt. Mooi gemaakt. Ik heb ondertussen even gevraagd hoe dat zit met die kookplaat. Let op. Hier staat een kookplaat in. Kijk. Ik zal dit even dichtmaken. En dan pak je hem eruit. En dan kun je hem hier zo straks in laten zakken, een gedeelte. En hier heb je een stopcontact en dan zet je hem daar neer. Het idee is dat je hem eventueel ook mee naar buiten kunt nemen. Dus dan zou je deze mee naar buiten kunnen nemen te koken. En de andere kant van het idee is, en dat hebben ze eigenlijk ook al bij die elektrische caravan. Want voor de rest is dit gewoon een gascaravan. Alleen dit gedeelte is... Oh, snoer dit eronder. Nu past hij al. Kijk. Het idee is dat je meestal, althans heel vaak, niet in de caravan kookt. En als jij nou toevallig degene bent die dat wel doet, dan is dit misschien niet jouw caravan. Maar door dit dan buiten of binnen te gebruiken, ben je meer flexibel. Nou, ook hier weer televisie erin natuurlijk optioneel. Nog een kastje erboven. Koelkast hieronder. Eenzijdig, zie ik. Zo te zien. Wel een gewone en hier zo een wat compactere badkamer. En optioneel kan hier ook een douche in. Die andere douche die we als eerste zagen, dat was ook een optionele douche. Die we daarnet zagen in die grote, die 5,50, was het een standaard douche. Leuke bekleding. Tafel kun je hier nog laten zakken. En nou hier kun je lekker zitten. Zo ziet de verlichting eruit. Leuke serie, die Pep Pantiga. Dus die hele Oudstattung door te lopen. En dan zien we daar wijnsbergjes staan. Een wijnsberg staan. Knaus Ven I. Dat is alle twee Ven I. Sun I 900 Leg. Leg. Ik heb een Sunny 900 Leg. Ven TI 550 Vensation. Nou ja, allemaal wat we al kennen. Wijnsberg Pepper Edition op Mercedes-Benz. Caravans. Zoals we gewend zijn, daar is niks nieuws te melden. Behalve dan dat er nu een nieuwe Knaus Azure is. En er zijn ook verschillende modellen van Knaus op Volkswagen. En daar gaat het in een volgende vlog over. Wat ik nu ook even kan laten zien is een Wijnsberg Cara Tour en Cara Bus op basis van Ford Transit. En daar zie je er al eentje rijden, die is net terug van de proefrit. En hier staat er eentje. En dit is de Carabus. En die heb je als het goed is al sneak preview gezien. En die hebben we... Hi, eerst. Thank you. En terwijl de laatste collega zeg maar eruit gaat. Super, dank je. Oh, nog even een... Thank you. Yo. Dank u. Al die producenten moeten natuurlijk, die zijn op zoek naar mogelijkheden om campers te bouwen en daarvoor hebben ze basisvoertuigen nodig. En vroeger was dat altijd en zonder enige twijfel en probleem, was het een Fiat of een Peugeot. Maar sinds dat bij Fiat de leveringsproblemen zo groot zijn geworden, moeten er meer basisvoertuigen worden geleverd. En dat heeft onder andere tot gevolg dat er heel veel partijen op Ford gaan bouwen. Nou, hier heb je dan zo'n Ford. Trouwens, deze is weer net even anders dan die we van de week hadden. Dit is een wat ouder model, lijkt wel. Of wat eenvoudiger misschien. Ik weet niet zeker. In ieder geval...
Dus Ford, maar ook Mercedes, maar ook Volkswagen en ook MAN. En in dit specifieke geval doet Knaus ook bouwen op de Volkswagen T6.1. En dat ga je zien in de vlog van morgen. Die gaat DW zo meteen in elkaar zetten over dezezelfde veranstaltung, dezezelfde persconferentie. Goed. De Wijnsberg Carabus op Ford. Baasuitvoering. Er is ook een Pepper Edition. Die is wat luxer. Hé, hey, we hebben hier een Truma. Daar gaan we binnenkort meer over vertellen. Want dat komt ook in mijn camper. Mooie knopjes. Maar ik weet niet. Oh ja, check. Oh, hier kun je in één check zien wat er allemaal gebeurt. Mooi paneeltje. Handig. Hier slaap je dus, of laten we bij de keuken beginnen. Nou, laten we bij het rondzitje beginnen. Vrij rondzit. Niet al te groot, want deze wagen is wel hoog, maar niet breed. En hij is ook nog kort, want het smal wagentje. Met een toilet. Met, je kunt hier douchen. Beetje aangepast, moet ergens een douchegordijn zijn, want hier zie ik een haakje, daar zie ik een haakje, daar zie ik een haakje. En daar zie ik een haakje, dus dat douchegordijn is ergens. Alleen, ik weet nu even niet waar. Keuken door wie? Dit herken ik niet. Dometic. Door met de keuken in de breedte slapen. Er zitten uitbouwen aan beide kanten. Die wat verder dan deze. De lengte van het bed moet ik je op dit moment schuldig blijven. Maar dat zal geen 2 meter zijn. In de ingang een koelkast van Vitrifrigo ken ik niet. Ook typisch Knaus om op zoek te gaan naar andere leveranciers. En eigenlijk is de enige reden waarom ze dat doen, is om hun relatie scherp te houden met de leveranciers die ze al hebben. Dus toen gingen ze van Tedford naar, dit wiebelt wel trouwens. Zo gingen ze van Tedford voor hun koelkasten en toiletten naar Dometic. Nu doen ze veel op Dometic en dan gaan ze hun koelkast weer ergens anders halen. Waarschijnlijk voor een betere prijs. Dit zal overigens wel een compressorkoelkast zijn. Mij valt op dat er lampjes aan de vloer zitten. Dat is fijn, want als je 's nachts even je bed uitgaat, dan wil je toch wel dat die wagen... dat die wagen een klein beetje licht heeft. Lopen we er nog even rondomheen. Zo ziet hij eruit. Echt een kort busje. Echt een kort busje. En gelijk even een fotootje maken voor de website. Even wat anders uitsnijden. Je ziet, we doen gewoon 2 dingen tegelijk, hè. En dan hebben we hier zo aan de achterkant. Kijk, daar rijdt die andere. Ook kort. Maar dit is een Pepper Edition, denk ik. Of een Fire Edition, of hoe ze het ook noemen. En hier hebben we de ruimte achterin de Carabus. Niks mis mee. Dit zal het gaskastje zijn. Klein gastankje dus. En dat impliceert denk ik dat we verwarmen op diesel. Of dat we helemaal niet verwarmen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Moet er ergens een roostertje aan de buitenkant zitten? Oh, we verwarmen wel. Met een Truma. En dat zal betekenen dat hij op diesel verwarmt. Oh, hier zie je trouwens die uitbouw. En die is aanzienlijk aan deze kant. Kijk. Behoorlijk. En aan deze kant is die niet, want anders kan die deur niet open. Dus aan één kant een fikse uitbouw. Dat is de Wijnsberg Carabus. Nou, dat is even voor deze vlog. In de volgende vlog laten we jullie, laat DW jullie de Knaus Azur zien. En de van, de Tourer van, Knaus Tourer van. Ik wil er even vanaf zijn.
een camper op basis van de VW T6.1. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Geef even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En zorg dat je morgen die video niet mist met de knuisnieuwtjes. Zet dan even dat belletje aan. Tot morgen!